Goedenavond, dames en heren. Door mensen, nou had mevrouw al zuid. Dat je vorig jaar nog met dat 10-jarig jubileum mee wist, je moest er maar niet meer meegaan. Oh, ik zeg mensen, niet naar z'n zuid, als je dat flikkie. Dan kun je er donder op zeggen dat ik een week niet tegen je praat. Nou, ik denk, dan moest ik het maar doen. Maar ja, ze hebben wel een beetje gelijk, want wij binnen veel dus weg. Maar laatst was ik gelukkig thuis, wij zitten in de kamer naar de televisie te kijken. Let er nou een jongen een bal dwars door de kamer op me trappen. Nou, het was één bonk glas in de kamer. En wij was er blij dat ons hart nog klopte. Want je verschieten je dood, maar ik wist die jongen te grijpen. Ik zei, mijn jongen, dat komt je duur te staan. Hoe heet je vader? Nou, hij zei, dat weet ik niet. Nou, ook zei, hoe oud ben je? Hij zei, 9. Nou, ik zei, dan weet je toch wel hoe of je vader heet? Hij zei, wel, nee, mijn moeder is 34, maar die weet het ook niet. Ik zat een tijdje geleden in het café en er zitten twee wijfjes. Die zat aan de bar en toen hoorde ik dat die intuigen die er zou weer omgaan, die mannen nou allemaal naar het café. Nou, ik zei, dat komt omdat de half geen vrouw hebben als ze thuis komen. En de andere half omdat die dat wel hebben. Ja, maar ze zei, mijn man gaat wel 3 keer in de week naar het café, daar heb ik zo'n hekel aan. Nou ja, en ze zei, het kost nog geld ook. Oh, dat haar wijfie zei het mooi, dat deed mijn man ook, maar dat had ik in 1 keer over, dat gaat nooit geen deur meer uit. Oh, nee, nee. Nou, ze zei het, hoe heet dat nou voor mekaar kregen? Nou ja, ze zei, dan kon ik vanzelf niet slijpen en dan hoorde ik hem de trap opkomen. Dan zei ik een beetje zachtjes, ben jij dat Willem? En hij is nooit meer weg geweest. Nou, ze zei, dat begrijp ik niet. Ja, maar ze zei, mijn man heet Gert. Willem Dekker, die kreeg een tijdje geleden de postbode. Ja, die had zo'n groot boek bij hem, zo'n catalogus van Neckerman. En hij zat maar wat te hufteren, want hij kon dat grote boek niet in die brievenbus krijgen. Oh, Willem, zo het jong, geef maar aan mij, dat neem ik zo mee in huis. En hij begon er met een in te bladeren en die post die zag dat. En een dag of 5 later was Willem het pad aan het vegen en toen komt die post weer aan. Hij zei, nou Dekker, kon je nou wat vinden in die catalogus van Neckerman? Hij zei, ja zeker, hij zei, mijn jongen, op bladzij 18, daar stond zo'n mooie meid in. Die heb ik besteld. Ja, maar die post zou die meid krijgen niet. Nou, hij zei, ik zou niet weten waarom niet, want ze hebben eergisteren de ondergoed al opstuurd. Willem, zijn vrouw, die is nogal mannig. Ja, ze heeft al een soort kerels versleten. Dat is nou een wifi, ik weet niet hoe ik dat nou eigenlijk uitleggen moet. Als je er nou op visite komt en je wil naar huis gaan, dan komt ze heel graag met je jas aan en die kraag heel graag opzetten en die knopen al haar vastmaken. En dat onderste knoopje heeft ze er nog een beetje langer werk mee. Zo'n wifi is dat zo'n beetje. Oh, en Willem doet nog wel de jagen en nou kwam je lest een beetje te gauw thuis. Laat zijn vrouw nou met een vreemde kerel te bed liggen. En Willem komt zo met dat jachtgeweer in de slaapkamer. Nou, als een vrouw al of verder niet schiet hoor, ik zal het nooit meer doen. En die kerel ook al, joh, hij zou het kalm hoor, hij zou het kalm blijven. Ja, hij zou, dat kun jij wel zeggen. Ja, maar hij zou het, ik kinder ook niks aan doen dat ze voor mijn kozen hebben. Ja, Willem zei, ze hebt niet voor jou kozen. Dat zijn vrouw hier in schreeuwen naar beneden. Die kerel zei, ik weet goed gemaakt. Als je nou 2 keer in de lucht schiet,
Dan laten wij ons alle twee neerflappen. Dan zullen we dus kijken op wie of ze het al er eerst afkomt. Toen is hij knalde zo door het plafond. Twee keer. En die twee kerels die lieten er zo dood neerleggen. En er kwam zijn vrouw de trap erop. Oh, vader, wat doe je nou? En toen ziet ze die twee kerels er liggen. Toen haalt ze de klerenkast open. Ze zei, Jan, kom er maar uit, want ze zijn alle twee dood. Harry Groen die moest een tijdje geleden een boskip doen voor zijn vrouw in de supermarkt. En toen zei dat jooie vader, maak ook mee rij. Wel nee hoor, hij zei, ik ben zo terug. En dat jooie dranste maar deur. Nee, hij zei, ik ben zo terug, blijf jij nou maar hier. Maar toen was hij net in zijn auto stapt en toen had hij zijn rokerij in huis leggen laten, want hij rookt zo. Dat hij stapte die auto weer uit en... Toen dacht dat jooie zo, nou stap ik erin, achter het voorkussen van mijn vader en een beetje op de grond. Dan heb je er niks geen erg in. Dat Arie rijdt in één keer en dan ziet hij een moed staan die stinkt te liften. Nou had het bien al van het gas afhaald. Hij dacht, ik stop. Hij zei, wil je meer rijden? Nou, ze zei het graag. Dat hij reed in één keer en die moed zat een beetje dichter naast hem. Nou, hij dacht, ik stop. Hij zei, is het ja of is het nee? Ze zeiden nee. Nou, hij zei, en eruit en direct. En hij doet zijn boskip en hij komt weer thuis. En dat kleine jongen, die grijpt autopet. Die verlegen pittig autopet en daar zit hij zo'n klein matje staan. Nou, dat jongen dacht, ik stop. Hij zei, zus, u wil meer rijden? Nou, ze zei het graag. Dat hun verlegen pittig autopetten met mekaar en toen dacht dat jooie, ik stop. Hij zei, zusje, is het ja of is het nee? Nou, ze zei, wel ja. Oh, hij zei, hou jij mijn autopet even vast, dan zal ik eerst eens aan mijn vader vragen wat ik nou zeggen moet. Maar mensen, wij hebben vanzelf een sponsor van het Noord-Hollands Weekblad. En ik weet niet of jullie er anders erg in hadden, maar er staat wel dus een prijsvraag in. Maar dit doen nou eigenlijk tekort mensen aan mee. En nou was er laatste meid in Andijk die had die prijsvraag gewonnen. Dat was een zesdaagse cruise op de Middellandse Zee. En nou had die redactie van dat weekblad vroegen of die meid er eens een dagboekje van bijhouden wou. Want ze zeiden, dan doen we dat publiceren in die krant op hoop dat er wat meer mensen aan meedoen. En dan kunnen we ook wat meer prijzen uitreiken. Nou, dat meidje wou dat wel nou, mensen. Het is nooit in de krant komen, want het was een bar dagboekje. Ze had van al die zes dagen één regel opgeschreven. Ik heb dat briefje nou niet bij me, maar ik denk dat ik het nog in mijn kopje heb. De eerste dag prachtig weer en een mooi schip en een pittige kaptein. De tweede dag heb de kaptein me het hele schip zien leiden van voor naar achter en van boven naar beneden. De derde dag mocht ik mee dineren aan de kapteinstafel. De vierde dag heb ik een toenaderingspoging van de kaptein afsloegen. De vijfde dag dreigde de kaptein mij te doen wat hij wou, er zou hij het hele schip met 512 opvarende zinken leiden. De zesde dag 512 opvarende het leven red. Ik kwam een tijdje geleden bij Hannes Knijn. Laat hij nou zo zijn vrouw grijpen. Hij zei, moet wat hou ik groot fijn, wat kun je lekker koken en wat zie je lekker uit. Nou ook zeg, zo raar heb ik je nog nooit zien doen. Nee, hij zei, dit ben ik nou het laatste half jaar mee begonnen. En dat bevalt me zo best, mijn huwelijk is nog nooit zo goed geweest. Oh, ik denk, dan zal ik dat ook eens proberen.
Want ik kom thuis en ik grijp mijn vrouw. Ik zeg, mooi, wat hou ik groot van? Wat zie je lekker uit en wat kun je lekker koken? Blijft ze nou beginnen te huilen. Nou, ik zeg, wat zouden we nou krijgen? Nou, ze zei, mijn rijk is met de fiets vallen. Die heeft haar enkel kneust. En de wasmachine stikken. En nou kon jij ook nog dronken thuis. Ja, mensen, ik had dat vroeger op school ook altijd al. Dan was ik ook altijd een beetje humoristisch. En ik kon eigenlijk zo slecht die breuken en die aftelsommen. Maar nou hadden we een hele pittige juffrouw. Die lag dat dan zo verlegen pittig uit. Toen zei ze, Piet, nou moet je eens goed luisteren. Nou zitten er 10 mig op tafel. En nou sla je er 1 dood. Hoeveel ben je er dan nog over? Nou, ik zeg, alleen die dooie. Oh, dan was ze razend, maar ik had wel gelijk. Mensen, Doris Koopman, die gaat allemaal naar de dokter. Nou, hij heeft niks, maar hij gaat wel allemaal. En die dokter heeft er zo'n hekel aan, maar ja, die wil hem even goed netjes gedragen. Nou kwam hij les die spreekkamer in en hij zei, dokter, nou heb ik 2 kwalen. Mijn smaak is weg en ik lieg als de pest. Nou, die dokter dacht, ik zal jouw stok nemen. Dat die haalde uit dat medicijnkassie 4 van die grote pillen. Die was ze wat net zo groot als een bitterbal. Hij zei, nou moet je direct in innemen en niet doorslokken. Gewoon erop zuigen en vooral er niet op buiten. Nou, mensen, leidt hij nou per ongeluk wel op buiten en hij kwat hem zo uit. Hij zei, het lijkt wel stront. Nou, dokter zei, je smaak is goed en je liegen niet. Begint het zeer te doen. Mensen, een tijdje geleden toen liep Maarten Bakker 's nachts om 1:30 in zijn dooie eentje over het marktplein in Schagen. En had een koffertje aan zijn hand. En toen hoort hij ineens een plisje roepen. Die zei, meneer, waar gaat u naartoe? Nou, Maarten zei, ik ga naar huis. Die plisje zei, maak even weten wat u in dat koffertje hebt. Nou, hij zei, waar is dat voor? Nou ja, die politie zei, wij zoeken er eentje. Dat wil niet zeggen dat u dat is, maar ik wou wel graag weten wat u in dat koffertje hebt. Nou, Maarten zei, dat mag je gerust weten, dat zit vol met geld. Want ik ben verslaafd. Niet aan de dranken, niet aan de drugs, maar ik ben verslaafd aan weddenschappen. En ik heb nog nooit verloren. Nou, die politie zei, dat bestaat niet, want als je wedden kun je wel eens winnen, maar je kan ook wel eens verliezen. Nou, zei, ik heb nog nooit verloren. Nou, die politie zei, je moest er toch even meegaan naar het bureau. Nou, maar Maarten zei, ik kan wel bewijzen dat ik nog nooit verloren heb. Hij zei, toen die politie zie je er in de verte die telefooncel staan. Die politie zei, ja zeker. Nou, hij zei, ik wil met u wedden om 250 gulden. Dan ga ik op mijn alderhart naar die telefooncel heen en terug. En dan moet jij in die tussentijd je broekzakken leiden. Nou, die politie zei, dat gaat aan. Nou, Maarten zei, ik doe mijn schoenen uit, want die binnen zo glad, ik ga op sokken. Nou, die politie zei, dat vind ik best. Dat die politie telt tot 3 en Maarten als de lazer naar die telefooncel heen en terug. Nou, mensen, dat hij terugkwam, had die politie al lang al zijn broek op zijn hielen. Nou, hij zei, kom op met die 250 gulden en mee naar het bureau. Ja, Maarten zei, we hebben nog geen end. Want hij zei, dan moet je dus even omdraaien. Daarachter bij Hotel Iges, achter de ramen, daar staan er 20 jongens. Daar heb ik mee wet met 100 gulden de man. Dat ik het in mijn dooie eentje voor mekaar krijg, 's nachts om 1:30, dat een precies een broekzakken lijkt.